Onderzoekers van de KU Leuven hebben een systeem ontwikkeld om voor het eerst kleitabletten met spijkerschrift te digitaliseren. Dat betekent een enorme doorbraak in het onderzoeksdomein. Want door het toestel kan alles digitaal worden weergegeven en zijn de tabletten ook voor alle onderzoeken over de hele wereld beschikbaar. Het spijkerschrift ontstond rond 3200 voor Christus in Mesopotamië. Het werd geschreven op kleitabletten waarop men met een stukje riet inkepingen maakte. Onderzoekers ontcijferen dit oude schrift omdat het ons een boeiend beeld geeft van lang vervlogen wereldrijken. Wel, voor eerst moet je natuurlijk een kopie maken van dit tabletje. Dit is nu een tablet uit de collectie van de KU Leuven. Maar wanneer ik nu een tablet wil lezen die in het British Museum in Londen ligt, ofwel moet ik naar Londen gaan, ofwel moet iemand in Londen daar een kopie van gemaakt hebben. En dan wordt dat gewoon tot nog toe met de hand overgetekend en krijg je zoiets als resultaat. Maar dat is natuurlijk een heel subjectieve kopie van het kleitablet, want de kopieerder kan altijd wel fouten maken. Daarom ontwikkelden onderzoekers van de KU Leuven nu een nieuw toestel dat heel wat objectiever werkt. Het is een nieuwe opnametechniek met één camera en eigenlijk heel veel lichtjes. Die lichtjes zijn verspreid over een halve sfeer. En we nemen eigenlijk heel veel beeldjes waarin telkens één bepaald lichtje aangaat, waardoor we eigenlijk een hele hoop verschillende beelden krijgen van hetzelfde kleitablet. Op basis van al die beelden kunnen we eigenlijk afleiden hoe het oppervlak van die kleitablet is. Dus hoe het oppervlak gericht is op elk stukje, maar ook de kleur. En daardoor krijgen we eigenlijk een soort virtueel kleitablet. En dat virtuele kleitablet kan dan nog verder bewerkt worden. Men kan de kleur verwijderen, de lijnen dieper trekken of het spijkerschrift van het tablet halen. Maar belangrijk is ook dat een digitale bibliotheek van de kleitabletten kan worden aangelegd. Wanneer die allemaal met dit systeem gedigitaliseerd worden, kan ik gewoon via internet dat tablet oproepen en kan ik het tablet ook effectief beginnen lezen. Dus het maakt toegankelijkheid van dergelijke archieven die over de hele wereld verspreid zijn in collecties veel gemakkelijker. Archeologen hoeven dus niet langer de wereld af te reizen. Voor diegenen die dat wel willen is er geen probleem. Het toestel is makkelijk uit elkaar te halen en even makkelijk te transporteren.